Minister Krishna Mathura van het ministerie van Defensie gaat in op de vraag met betrekking tot wat er zich heeft afgespeeld met mevrouw Asawini. Volgens de minister kan zij daar niet veel over vertellen omdat ze niet daarbij betrokken was. Nou, ik kan daarover heel weinig zeggen omdat ik de specifieke informatie niet heb. Ik zou meer informatie daarover moeten inwinnen. Ik heb het inderdaad heel algemeen gehoord van de minister van Justitie en Politie. Maar wat ik weet is dat iemand uitgezet kan worden op basis van het verstoren van de openbare orde en veiligheid. En als er zaken zijn die inderdaad indruisen tegen de openbare orde. En wat is openbare orde? Is de normale gang van zaken. Wat in een bepaald gebied normaal is. Bijvoorbeeld als hier 's morgens auto's rijden, weg is open en er wordt plotseling hier protestdemonstratie gehouden of iemand komt de weg barricaderen, dan is het in strijd met de openbare orde en dan moet je echt optreden. Maar dan zou er een dossier gemaakt moeten worden van wat eigenlijk indruist tegen die openbare orde en veiligheid. En op basis daarvan zou dan een besluit genomen kunnen worden van deze mevrouw is een vreemdeling en dit is in strijd met de openbare, de activiteiten die ze zeg maar ontplooit is in strijd met de openbare orde en veiligheid. Er is genoeg redenen en dan kan ze uitgezet worden. En dat moet ook gecommuniceerd worden met haar van de handelingen die ze verricht zijn in strijd met openbare orde en veiligheid. Dat is het enige wat ik kan zeggen, maar het is algemeen wat de wet zegt. En meer informatie wat ze deed. Ik heb het dossier niet bestudeerd, dus vergeef voor mij. Want u als minister van Defensie bent ook bekend met het Kalinia en de Kolo vonnis, toch? Ja. Dat er een vonnis is uitgesproken door OAS en dat het vonnis uitgevoerd moet worden. Een van de zaken in het vonnis is dat de plek van de inheemse en de tribale zone afgebakend moet worden. Ja. Nu horen we dat de minister van Justitie daarover praat, ze had een demarcatiebord geplaatst. Was dat niet in het midden van het vonnis? Ik kan daarover niks zeggen, omdat ik dat niet bestudeer en het ligt niet op het terrein van Defensie om het vonnis uit te voeren. Dus het vonnis, uitvoering van vonnissen is een aangelegenheid van de procureur-generaal met haar werkarmen. Ik ben als minister van Defensie er niet bij betrokken als zodanig, dus ik kan ook heel weinig erover vertellen.